Politie introduceert nieuwe maatregelen. Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft dit jaar enkele nieuwe maatregelen geïntroduceerd om onder meer de orde en rust in de samenleving te vergroten. Een van de zaken om de gemeenschap tegemoet te komen is de introductie van het WhatsApp-nummer 8744580 van de digitale recherche. Op dit nummer kan de samenleving video- en fotomateriaal van strafbare feiten delen met de politie, waardoor snel en effectief kan worden opgetreden. Voor het verder verhogen van de orde in de binnenstad is de politie van regio Paramaribo begonnen met het beboeten van foutparkeerders. De maatregel is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat automobilisten dusdanig parkeren, waardoor het overige verkeer geen belemmering of hinder ondervindt. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.